Wel Giant in de back, want dan kan hij niet in de Furnitoren droppen. We zijn er nu wel redelijk doorheen aan het komen. Kijk of weer, ja, ik predict wel weer die Miner lekker. En we doen nu echt enorm veel damage. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Floris. Laat vast de like achter en ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. En er is weer iets nieuws uitgekomen. En telkens als er iets nieuws uitkomt, ga ik het gelijk laten zien in de video. En het, ja, het lijkt erop dat er gewoon een hele grote update aan gaat komen. Hier in eind juni of misschien wel begin juli. En ik heb daar gewoon heel veel zin in. Want een nieuwe update betekent meer Clash Royale. En dat betekent gewoon dat Clash Royale beter wordt. En dat betekent meer views. En dat betekent dat mijn kanaal omhoog gaat. En dat betekent dat ik gewoon veel meer zin heb in Clash Royale. En dat is voor jullie natuurlijk ook heel erg chill. Hoeveel mensen vinden Clash Royale weer leuk na die andere update natuurlijk. De april update. En nu lijkt het weer op dat er weer een mega update aan gaat komen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ga even aan jullie laten zien wat er nu weer opnieuw bijgekomen is. We zijn op mijn account. En als we gaan naar een nieuwe section gaan, zie je hier de nieuwe arena teaser. Het is eigenlijk alleen een foto, je kan er voor de rest niet veel mee. Je ziet hier een giant die waarschijnlijk op een schip zit. Hoogstwaarschijnlijk is dit gewoon een schip. En dat verklaart ook gelijk het anker. Dat is ook een deel van het schip. Je ziet vlaggetjes, je ziet bommen. Je ziet dus een giant die een lolly vast heeft. Misschien wordt dat wel een nieuwe emote. Voor de rest is dit dus een nieuwe arena. En dat is dus een schiparena. En vooral om dat thema te blijven, komt er dus ook een anker aan. Dus dat is wel fijn. Of vet in ieder geval. Ik zie ook vlaggetjes. Het lijkt me een kleurrijke arena. Voor de rest is er gewoon niet heel veel over te vinden. Ik ben gewoon heel benieuwd wie jullie denken hoe de arena eruit gaat zien. Ja, waarschijnlijk is het gewoon een schip. En dit heeft dus ook heel veel te maken dus met dat anker. Ik vind het in ieder geval leuk dat ze deze teasertjes doen. Want dan kunnen we gewoon steeds iets nieuws verwachten. En dan hebben we er ook allemaal heel veel zin in. Maar wij gaan naar deze video eventjes één potje online spelen. En dan misschien een potje Grand Challenge. Mensen zeiden dat het goed is om met mijn baby draak te spelen in plaats van mijn Goblin Gang. Dat zeiden de pro's. Waarmee ik in een groep zit, Nederlandse pro's. Ik ga dus even daarom ook mijn baby draak uppen naar level 12. Level 13 heb ik nog niet genoeg coins voor. We gaan even checken of dit werkt. Of dit werkt, ik ben heel benieuwd. We komen nu tegen Machtwurst uit de clan RPG. Dat is ook wel een rocket launcher natuurlijk in de Call of Duty spellen. En hij heeft ongeveer evenveel cups als wij. En we doen even de furnace, beginnen mee. Gewoon even rustig, chill. Mensen zeiden ook, of mensen, die pro's zeiden ook van... Dan heb ik het over Milan, heb ik het over Jari en al die boys waarmee ik ook in een groep zit. Die zeiden van zorg ervoor dat je goed je furnace beschermt, want we hebben best wel weinig defense op de grond. Dus we moeten hier gewoon even een baby draak voor doen, let's go. Moet ik hier even de musketier doen en dan ga ik dit ook zappen en dan hoop ik dat we die... Nee, die ballon kunnen we niet tegenhouden, die gaat een hitje doen, helaas. Op zich, ik weet niet of die zap nodig was, want als ik denk ik geen zap had gebruikt, had hij alsnog een hitje genomen. Even kijken wat we nu gaan doen. Ik weet welk deck hij speelt. Hij speelt dat, dat deck dat ik ook speel. Alleen dan met een, lekker gepredicted. Alleen dan met een Barbarian Barrel. Wat wij nu gaan doen is hier de Royal Giant er tussendoor. Want ik weet dat hij een Infernatoren heeft. Maar we hebben nu die Barbs en die gaan afleiden voor die Infernatoren. Dus dat is echt heel chill. Dus hopelijk kunnen we nu wat damage doen. Omdat we dus die Infernatoren afleiden. Maar ik merk nu wel hoe slecht eigenlijk die... hoe slecht eigenlijk die Royal Giant nu met die Barbs is. Want het is helemaal geen damage deed. Dit. We doen even de Baby Draak. Want ik wil de Mega Mini bewaren. Voor zijn ballon. Zo, dat kunnen we hier doen. Ik ga denk ik even dit al aanpakken. Ja, ik gok gewoon dat hij met zijn ballon wil komen namelijk. Ik pak dit al vroeg aan, zodat hij niet kan tanken. Zodat die Ice Golem niet kan tanken voor zijn ballon. Let's go. En dat is namelijk ook het gevaar. Want als die Ice Golem tankt voor zijn ballon, hebben we niet genoeg. Weet je wat we nu gaan doen? We gaan nu denk ik, heb ik 9? We gaan dit vuurballen hoor, als hij komt. We doen even de barbarie hierop. We doen de barbarie hierop. Let's go. Zo, mooi dit. Dan doen we dit keer niet weer een Royal Giant. Ik denk niet dat dat verstandig is. Hij heeft alleen de snowball qua grote spel. Dus ik kan rustig met mijn musketier hier droppen. Doen we de babydraak in de bek. Doen we snel nu dit ervoor. En dan hebben we nu de zapspel. Maar ik denk dat ik dit ga vuurballen. Ja, ik denk dat ik dit ga vuurballen. Bam. Zo, nee, daar komen we niet doorheen. We hadden dit moeten zappen. We hadden dit moeten zappen. Slecht gespeeld van mij. Ja, dat moet ik ook soms toegeven. Dit was niet goed gespeeld. We gaan nu even de furnace via deze kant doen. En ik denk dat hij nu gewoon langzaam gaat komen met minertjes. Ik ga nu met de barbs weer die miner catchen. Even kijken, jongens. Wat is slim nu? Laten we even de babydraak erbij droppen. Zo.
Let's go. Hij speelt het heel goed. Hij speelt het heel goed. Musketier. Nee, die mis ik helaas. Als hij nu slim is, gaat hij via de andere kant met zijn ballon. Even kijken of je dat gaat doen. We doen snel dit ervoor. Ja, let's go. Dat is wel weer nice. Gaan we even kijken wanneer we dat op een goede moment gaan zappen. Even kijken. Ja, weet je, we hoeven het niet eens te zappen. Want hij komt er op dit moment nu toch niet doorheen, die rode giant. We moeten soms ook gewoon een beetje slim kijken. Ik denk daar. Ja, we predicten die miner wel steeds goed. Dus dat doen we dan wel weer lekker. Even kijken. Doen we de baby draak hier hoog. Zo. En ja, ik denk dat hij gewoon blijft mineren. Ik denk dat dat een beetje zijn plan is. Doe ik de musketier hier zo. Even kijken. Ja, hoe gaan we dit winnen, jongens? Hoe gaan we dit winnen? Hij gaat via de andere kant. Vind ik, als ik zelf ben, niet zo slim. Zo, we houden musketier even levend. Ik vind het niet een hele slimme keuze. Alhoewel, ik zie nu wel dat ik mijn baby draak moet droppen. Dus in principe... En hij pakt een hitje. Dus in principe is het een prima keuze. Nu heeft hij twee kanten van waar hij kan komen. Wat ik nu ga doen is mijn barbaren en mijn Royal Giant. Puur omdat hij nu de musketier via de andere kant doet. En ik een gevoel heb dat ik er misschien doorheen kan komen. Even kijken. We doen de Mega Minion hierop zo. Ja, dat lukt. We hoeven niet eens te zappen, want hij doet gewoon extreem veel damage steeds. Ik weet echt niet hoe deze vent het flikt. Het lijkt wel alsof zijn Infernatoren next level zijn, zeg maar. Maar hij flikt het steeds mijn hele tijd om veel te veel damage te doen. Wij doen gewoon barbaren. En we doen Royal Giant. En alsnog komen we er niet doorheen. Het valt mij best wel op. We kunnen even kijken of nu... Ja, die musketier gaat lekker op die ballon. Dat doen we lekker. Dat doen we nice. Dan kan ik nu wel weer met een Royal Giant komen. Maar ja, voor mijn gevoel heeft het niet heel veel zin. Ik weet trouwens eigenlijk al wat ik moet doen. En dat ben ik steeds niet aan het doen. Wat ik eigenlijk nu moet doen om er doorheen te komen is Royal Giant in de back. Royal Giant in de back, want dan kan hij niet in de Infernatoren droppen. We zijn er nu wel redelijk doorheen aan het komen. Kijk of weer... Ja, ik predict wel weer die miner lekker. En we doen nu echt enorm veel damage. Doen we de musketier. De furnace hier. Ik kon hem niet nog een hoger doen, want dan kon hij mij eruit... dan kon hij zo'n musketier bij de bridge zetten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We doen de musketier in de back hier zo. Want ik vind deze kant iets gevaarlijker. Even kijken hoe we dit gaan doen. We doen de baby draak hier. Doen we de vuurbal hier zo. Let's go. Weg met die ballon. Die mag namelijk niet hitten. Dit gaan we eventjes zappen. Zo. Oh, dan zap ik mis. Dan zap ik mis. En dan is het nu eigenlijk al GG. Dan is het nu eigenlijk al GG omdat ik volledig mis zap. Nee, we hadden dit gewoon kunnen winnen, jongens. We hadden dit gewoon kunnen winnen. Al had ik goed gezapt, had hij twee vuurballen nodig. En nu heeft hij er nog maar één nodig. Of een minertje, dat kan ook. We hebben nog best wel dicht in de buurt gekomen, terwijl we niet goed speelden. We speelden echt slecht, gewoon bijna. Waarom speelden we slecht? We hadden veel eerder moeten herkennen, de situatie moeten herkennen en moeten weten... Wacht eventjes, ik wil even die crown chest openmaken. We hadden moeten weten dat we eigenlijk de Royal Giant in de back hadden moeten doen. We hadden dan rustig iets moeten opbouwen. Dan was het veel gevaarlijker. Hij kon me niet volledig punishen, want we hebben gewoon een furnace. We hadden genoeg om zijn ballon te stoppen. Dus nee, dit heb ik simpelweg gewoon niet goed gespeeld. Dus dat is jammer. Maar hopelijk winnen we dit potje wel. Dan gaan we eventjes de barbaren rondom de Dark Prince doen. Nice, die hit er nu maar één en nu hit hij er twee. Dus dat is wat minder. Maar dat is op zich wel prima zo. Gaan we even kijken of we wat kunnen verrichten met die barbs. We gaan het gewoon volledig zien. Ah, jongens, de Barbarian Barrel is zo'n goede kaart. Ik ga denk ik ook gewoon proberen die Barbarian Barrel naar max te upgraden. Alhoewel, ik heb echt denk ik al 100 Barbarian Barrels gereld voor andere kaarten, zeg maar, met epic tokens. Ik heb echt wel heel veel Barbarian Barrels gereld. Dat is echt niet normaal. We gaan even snel met de... Of snel, we gaan even met de Royal Giant via de andere kant. Want anders waren we echt de lul geweest met die P.E.K.K.A. push. En we doen flinke damage. Wel moeten we nu oppassen voor deze counter push. Ja, dat bedoel ik al. Even kijken. Ja, dit is echt helemaal rip. We hadden beter, denk ik, één kant kunnen laten gaan. En dan de andere kant wel goed verdedigen. Dan hoe ik het nu heb gedaan. Nu komt hij met zijn baby draak. Hoe ik het nu heb gedaan is, zeg maar, beide kanten half verdedigen. En één kant is helemaal weg en de andere kant half weg. Dus dit is niet heel goed gespeeld van mij. Even kijken wat we nu gaan doen. Ik denk even de baby draak hier zo. En doen we eventjes... even denken hoor. Even denken. Furnace hier zo in het hoekje. Dan doe ik... Ja, ik weet niet of hij poison heeft. Vuurballen we dit. Zo. Voor die musketier. En dan kunnen we die
die Dark Prince op deze manier oplossen. Maar ja, het is niet ideaal. Het is zeker niet ideaal. En we moeten natuurlijk ook nog eens uitkijken voor die Pekka. Ik hoop dat hij zo dom is om zijn Pekka te droppen. Dan kunnen we in ieder geval... Ja, kijk eens aan. Dan kunnen we in ieder geval die rechter toren hebben. Dat is wel fijn. Nu weet ik dat we sowieso in de problemen gaan komen met de counterpush. En hij geeft mij de rechter toren. Op zich geen gekke keuze. Want hij denkt nu dat hij volledig deze toren van mij kan pakken. En ik geef hem geen ongelijk. Op zich, als we nu even die musketier hier kunnen killen. Ik heb op zich wel een vertrouwen. Kijk, nu kunnen we een beetje splitten. Dan halen we die Dark Prince weg. En die hebben die musketier kunnen killen op een cheat manier, zeg maar. Eventjes dit zappen. Zo. En dan snel, ja, let's go. Megamin afgeleid. En top. We zijn allemaal nog levend. En we leven nog wel. We leven nog wel. Ik ben even kwijt wat zijn spels waren. Dat weet ik even nu niet. Ja, natuurlijk heeft hij een Barbarian Barrel. Maar wat hij nog meer heeft. Volgens mij vuurbal, maar dat weet ik niet eens zeker. Even kijken. Dan doen we nu. Dan wachten we tot die babydraak gericht is op de furnace. Doen we nu met de barbs. Ja, het is een vuurbal. Dat is wat minder. Zeker als hij dan gelijk alles pakt met die vuurbal. Dat is een enge vuurbal was dat van hem. Ja, ik weet ook niet hoe we dit moeten doen, jongens. Die Pekka is best wel gevaarlijk steeds. Doe ik maar even dit in de back. Doen we maar eventjes een furnace zo. Dan zappen we dit niet. Dan komen we nu met een Royal Giant. Bam, in de pocket. Dan hebben we een baby draak die niet op de toren zit, omdat hij zijn RG heeft. Ja, jongens, een best wel pittige potjes zijn dit. Even kijken, musketier in de back gaat hij waarschijnlijk vuurballen. Doen we snel dit hier zo. Nice, dan doen we dit op de Dark Prince, zo. Vuurbalt hij weer mijn musketier. Heel slim natuurlijk van hem. Dit gaan we eventjes zappen, zo. Dan doe ik mijn baby draak hier. En dit is eigenlijk gewoon... We spelen nu achter de feiten aan. We kunnen weinig dit potje. Hij heeft een beetje heel hard counterdeck. Want onze kaarten waarmee wij verdedigen... Barbaren en musketier... Die zijn allemaal lekker vuur... kan je allemaal lekker vuurballen. En dat is wel grappig dat hij nu opeens komt met een ballon. Dat is wel heel toevallig. Dit hebben we op zich weer goed gespeeld. Of goed gespeeld. Goed verdedigd. Maar ja... We komen er maar niet doorheen. Ik heb nu wel een laatste kans. Maar ja, 2500 damage. Ik zie het mezelf niet doen. Dit is de enige kans om te proberen er nog doorheen te komen. Nu leiden we de Pekka namelijk af. Hij is wel slim genoeg om nu niet met de Pekka te komen. Oh, hij komt toch wel met de Pekka. Toch wel met de Pekka. Zap ik even dit, zodat die Dark Prince dood is. Ja, doen we nog flinke damage. We hebben gewoon in één RG push. Hebben we 1000 damage weten te doen. Ik weet niet hoe. Kijken of we hem bang kunnen maken door Barbarie in het pocket te droppen. Nee, waarschijnlijk gaat hij het gewoon afvuurballen. Ja, hij is niet gek. Hij is niet gek. Ah ja, jammer jongens. We hebben ons best gedaan. Helaas dit potje niet gewonnen. Dus dat is balen. We hebben het nog redelijk spannend weten te maken. En ik ga eventjes die crown chest openmaken. Kom op, wat zit er in? Tesla. Oeh, en Barbaren. Ja, weet je wat het is nu namelijk? Ik ga nog even één potje doen. We hebben nu 2 keer verloren. Laatste potje hopelijk een win. Trouwens, ik heb het nu al heel erg warm. Terwijl het 21 graden is buiten of zo. Maar ik lijk ook helemaal verbrand trouwens. Dat is ook echt heel raar. Maar wat nog meer raar is dat het volgende week... Zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag wordt het allemaal warmer dan 30 graden in heel Nederland. Dat is gewoon echt niet normaal. Ik ben echt benieuwd hoe ik dan ooit video's moet gaan maken, want ik zweet me nu al. Het is nu denk ik 22 graden of zo en dan wordt het 10 graden warmer. Bijna 10 graden warmer. Ik weet niet hoe ik dat ooit ga volhouden met video's. We moeten het even zien. Ik denk dat ik gewoon heel veel in de avond dan video's ga maken. Want op een andere manier, ja, weet ik het eventjes niet. We hebben trouwens echt even pech gehad met deze 2 potjes. We hebben echt 2 keer gewoon, ja, best wel een counterdeck. Vooral die vorige, ik ben al een beetje vergeten hoe dat eerste potje ging. Daar ben ik al helemaal kwijt. Weer een Pekka! Hebben we nu 3 keer op rij tegen Pekka gekomen? Of de eerste potje niet? Oh, de eerste potje was dat ballondekkie. Dat was ook een counterdekkie, maar die hadden we in principe nog wel kunnen winnen. Die speelde ik niet heel goed. Maar nu wel weer 2 keer tegen Pekka. Het zijn ook max level Pekka's die one-shotten met barbs. En ik had eerst Goblin Gang erin. En eigenlijk zou ik nu liever mijn Goblin Gang weer willen. Want dat is wel chill tegen die Pekka natuurlijk. Oeh, dit is wel heel fijn. Alhoewel, die Bandit die leeft nog. We gaan snel de baby draak erop doen. Kom op, Bandit niet chargen. Niet. Oké, Bandit charge. En charge niet nog een keer. Top. Baby draak is toch wel een prima kaartje. Ook al is die nog maar level 12. Doen we toch wel lekker met die baby draak. Heel veel mensen spelen nu ook baby draak. Omdat het gewoon een hele sterke kaart is. En we zijn nu eindelijk staan we een keer goed voor in dit potje. 2 potjes op rij verloren. Maar nu staan we wel even lekker voor. Dus dat is wel fijn. Doen we even de Mega Minion op deze
op de minor. En ga ik voor de rest eventjes niks doen, denk ik. Ik denk even kijken, misschien komt hij met zijn Iris. Kan ik lekker vuurballen of dit vuurballen vind ik ook niet erg. Want ik wil voor de rest eventjes niks anders doen. Bam, lekker vuurballetje. Gewoon op onze laagste of zijn laagste toren. Gewoon even lekker wat chip pakken. Vind ik helemaal niet verkeerd. We gaan even kijken of hij dit gaat poisonen, net zoals vorige keer. Zo ja, dan kom ik met mijn musketier in de back. Even kijken, ja, dan kom ik nu met mijn musketier in de back, want hij poisont dit. En dan kan ik lekker rustig mijn musketier in de back doen. Dan doe ik voor de rest hier denk ik niks tegen. Ik ga geen barbarie op die Iwis doen. Dat is niet nodig. Misschien wat wel nodig is, is nu barbaren voor de musketier. Omdat die dan die bandit lekker doodgaat van die barbaren. Dit gaan we mooi vuurballen. Boom. Zo, dan hebben we nu een heel apart pushje. Wat eigenlijk op zich best wel, wat best wel werkt. We doen snel de Mega Minion hoog om te sneller te chippen op die Pekka. En we doen de musketier hoog om die Iwis op te chippen. Nice. En dan doen we nu de Draw Giant, zullen we kijken eens aan. Het loopt nu eindelijk lekker, jongens. Het laatste potje gaat het beste. En die Draw Giant, zodat die bandit dus charge op de Draw Giant en niet op mijn musketier. We spelen nu eindelijk echt even heel sterk. Ben ik blij mee. Ik denk als ik nu gewoon rustig mijn baby draak doe en dan dit doe, dat hij niet eens elixir heeft voor een poison. Zeker niet als je dan die miner dropt. Doe ik wel even de Mega Minion hierbij zo. Moet ik snel mijn barbaren doen, anders gaat die bandit charge op de furnace. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dit gaan we vuurballen. Hij doet een mooie snowball om een Firebirds tegen te houden. Maar we doen dit gewoon heel lekker. Ik ga dit gewoon even zappen. En dan denk ik, oeh, dat is niet GG. Want hij komt met een mooie bandit. Doet hij goed. Dan doen wij gewoon even de Royal Giant zo hier zo. En dan gaan we even kijken of we het hier kunnen afmaken. Dan komt hij wel met zijn Pekka, denk ik. Ja. Eén hitje. Nee, met de Firebird, met de Icebird is het geen hitje geworden, helaas. Musketier hier in het hoekje. Hopelijk komt er nog even snel wat Firebirds aan voor die minions. Dat lukt. En oeh, het gaat nu wel echt allemaal heel lekker, jongens. Het gaat nu allemaal wel heel lekker. Alleen het laatste stukje wordt nu eventjes wat moeilijker. Laat ik gewoon heel even wachten. Ja, ik wist dat hij zou komen met zijn poison op die barbs. Ik dacht, ik wacht heel even met mijn furnace. Doe ik even de furnace nu hier zo. Wacht ik even of we vuurbal value kunnen pakken. Weet je wat, dat is niet eens vuurbal value. Maar we vuurballen gewoon om te cyclen. Bam. Moeten we nog één vuurbal doen? Ik een hoge musketier om die Iwis aan te pakken. Doet hij een hele slimme Pekka daarvoor. Doet hij zeker niet verkeerd. Gaan we dit... Ik weet even niet hoeveel mijn vuurbal doet. Dus ik durf het even niet te zappen. Maar we verdedigen dit prima. Kijk, hoe we winnen gewoon de battle om de bridge. Winnen we zwaar. 292, dat is genoeg. Oké, dan had ik gewoon mijn zappen kunnen gebruiken op die push. Let's go. Laatste potje gewoon gewonnen, jongens. Ik hoop nog een leuke video. Wat vind je van de nieuwe arena? Laat zeker achter de comments. Ik hoop nog een leuke video. Zien we een video. En tot dan, mensen.